En ook deze woensdag hebben we natuurlijk weer een vacature voor je. Vandaag is hier uitzendbureau Werkers uit Lelystad. Accountmanager Yara Chambonnet. Yara, goedemiddag. Goedemiddag. En je hebt een baan in, daar staat Flevoland wel bekend om, hè? De aardappelsector. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Het gaat om een bedrijf dat gevestigd is in Biddinghuizen. Zij houden zich bezig in de aardappelsector. En zij verkopen aardappelen in Nederland onder de naam Poldergoud, het merk. Wellicht ook wel eens de vrachtwagens zien rijden op de weg. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, dus algemeen bekend denk ik wel in Nederland. En zij zijn op dit moment heel erg op zoek naar een medewerker voor de kwaliteitsdienst. En wat houdt het in dan, die kwaliteitsdienst? Ja. Moet je elke aardappel bekijken? Goed, oké. Okay. Oh, had je vroeger zo'n kamer? Stempeltje, oké. Okay. Okay. Ik denk niet dat Yara dat kent in reclame. Nee, wij zijn heel oud natuurlijk. Maar klopt. het gaat niet helemaal zo eraan toe. Het is vooral ook, eigenlijk als je een passie hebt voor koken en voor voeding, ga je daar vooral mee aan de slag. Je zal dan ook echt de aardappels gaan koken. Ja. Zijn verschillende aardappels, ook schijfjes, krieltjes, de normale aardappel eigenlijk met schil nog gewoon erop. Ja. En want deze worden allemaal verpakt, gesorteerd en geschild in het bedrijf. En het is dan jouw taak om te gaan controleren of of deze aardappelen van goede kwaliteit zijn. Er komt dus een lading aardappels binnen. Je pakt er even 2-3 uit voor een steekproef. Die kook je dan en dan ga je ze proeven en zeggen lekker. Ja. Ja, je kookt ze ook op verschillende temperaturen, verschillende tijden. Dus de ene aardappel wat langer dan de andere aardappel. Om gewoon puur te kijken wat doet de aardappel en wat is de kwaliteit hiervan. Wat gebeurt er dan uiteindelijk mee? Wordt er dan een soort van kookadvies voor gegeven op de zak? Vooral. Staat toch op de zak al? Ja, maar ook de aardappelen. Kook ze zo lang? Inderdaad. En vooral wordt er ook echt gekeken naar het product dat binnenkomt. Dus dat verpakt wordt in die fabriek. Of die wel ook goed is en aan de eisen voldoet. Hmm. Dus dat gaat echt je taak zijn. Maar het is best wel leuk. Op zich wel. Ik had nooit verwacht dat ze het op deze manier zouden doen. Er zit echt iemand dus om die aardappelen te testen en te keuren. Ja. Het is zelfs een team van 6 personen. Oh, de aardappeleters zijn dat dan, hè? Ja, dat is het schilderij. Zou je een schilderij van kunnen maken, ja. Wat voor type zoek je? Iemand met een goede smaak. Als je net corona hebt gehad en je bent je geur en je smaak. Nee, dan wordt het lastig. Je kunt alles goed. Ja, dat heb je natuurlijk niks aan. Ja. Nee, ze zoeken wel echt iemand inderdaad. Je gaat aan de slag in een team van 6 personen. Dus je moet goed kunnen samenwerken ook. In een teamverband willen werken. Je moet secuur en nauwkeurig kunnen zijn. Ja, je moet inderdaad goed wel gevoel hebben van, is dit de aardappel zoals Nederland hem op zijn bord zou willen hebben? Ja, maar dat is toch heel persoonlijk. Ik vind het wel knap dat je dan van heel Nederland bepaalt hoe zo'n aardappel moet smaken. Maar goed, dat is verder niet aan jou. Er zijn verder ook wel richtlijnen in die je natuurlijk ook in je inwerktraject daar meegekregen krijgt. Ja, precies. Dus, dat leggen ze je ook allemaal uit. Ja. Lijkt me best wel een leuke baan eigenlijk. Ja. Belangrijkste is, wat verdient het? Ja, dat vind jij het belangrijkste. Nee, meestal vraag jij dat. Hè? Dat is waar. Ja. Het is in principe een functie waar je eigenlijk, je hoeft niet per se ervaring te hebben. Dus je mag eigenlijk. Ook als je geen hete aardappelen in je keel hebt, mag je gewoon een solliciteren. Mag je ook komen, inderdaad. En ga je starten op een met een salaris van €11,80. Ja. Met uiteindelijk daarin de mogelijkheid om te gaan klimmen naar €14,61. Ja. Mocht je nou wel echt al die ervaring hebben als kwaliteitsmedewerker of als kwaliteitscontroleur, dan is ook zeker mogelijk om hoger in te stappen. Ja, de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn natuurlijk dat je elke dag een zakje aardappelen mee krijgt. Zeker. Ja. En het geld krijg je wel of is dat op de pof aardappel? Nee, die krijg je. Ja, dat krijg je wel. Ook pootaardappelen die je meekrijgt? Ja. Ik hoor iemand die in één keer opveert. Goed, oké. Okay. Hoeveel zei je nou precies dat het per uur betaalt? Je start op €11,80. Ja, nee, maar dan het pijpt me zeer. Maar dan krijg ik hier toch een euro per uur meer. Dat is ook in de reiskosten, hè? Was het over? Nee, die komen dan. Oh, okay. Goed, Yara, dankjewel. In ieder geval, zijn we nog iets vergeten dan? Want je hebt gewoon gelijk over het geld. Nou, je hebt ze per direct nodig, denk ik ook. Ja, hè? Ja. Nee, en maar inderdaad. Eentje? Eén iemand. Eén iemand, ja. Die andere 15 blijven. Ja. Ja. Is het gewoon ook overdag werk? 8 tot 5? Oh ja, dat is zeg maar even. Nee, we gaan wel. Je moet openstaan voor verschoven diensten. Dus hoe jouw rooster er dan uit komt te zien is 2 weken dagdiensten en 1 week avonddienst. Oh. Dus dat zal in 3 weken zo zijn. Hoef je nog weinig eten mee te nemen ook. Aardig, we zijn er al. Wordt geregeld voor je. En je hoeft ook niet in de storingsdienst, hè? Dus gaan ze piepen mee. Nee, dat hoeft ook niet. Oké, okay, nou goed. Dankjewel, Yara. Ja, jullie ook bedankt. Dat je een pieper mee krijgt.